Zitten we dan? Zitten we, man. Wat is dit voor spannend begin? Ja, normaal gesproken dan gaat het echt met een schreeuw en krijs van welkom bij deze What video. What up iedereen? ja, vooral bij die gaming YouTubers. Nee, morgens. We zitten hier, ik ben niet alleen. Nee, dit is Patrick. Van MSI, ja. Ja, toch? Ja, is dat jouw tagline, Patrick van MSI? Ja, iedere keer als ik bij een streamer in de chat zit waar wij mee samenwerken, dan is het wel altijd van, hey guys, dat is Patrick van MSI. Dus let wel op met wat je doet. Precies, en dan komen meteen 50 miljoen vragen over van, mag ik gratis PC? Hey, kan je iets opsturen? Dus als je vragen hebt met gratis PC's en nieuwe opties, moet je bij Patrick zijn van MSI. Of in de comments kun je ze ook achterlaten. Ja, echt. Hey Patrick, mag ik dit, mag ik dat? Laat ze sowieso achter. Veel mensen zitten natuurlijk thuis en weet je, het is een gekke tijd. Maar ook een tijd waarin heel veel mensen ook wel toffe dingen willen doen. En ik krijg toch heel vaak nog steeds de vraag van morgen, hoe maak ik nou precies, hoe bouw ik een PC? Waar moet ik op letten? Wat moet ik doen? En hoewel jullie dat wel vaker hebben gezien, ook op mijn kanaal, dachten, weet je wat? We gaan het gewoon nog een keer doen. Gewoon speciaal voor jullie. Dus Patrick kwam hier met heel zijn auto volgeladen met spullen. Toffe producten en toffe dingen die we kunnen bouwen. En dat gaan we toch doen, of niet? Ja, dat gaan we gewoon doen. Ja. Ja. Voordat we beginnen, laten we even een paar dingen uit de wereld helpen. Ben jij zo een pro die alles weet? Nee. Dus mensen denken natuurlijk altijd van, ja, je werkt bij MSI, dus dan zul je zeker alles weten over ieder moederbord en over iedere voeding en over iedere videokaart. Ja. Nee, dan moet ik meteen de wereld uit helpen, man. Nee. Ik weet wel wat doet en ik ben echt iemand die heel erg van gamen houdt en vandaar dat MSI me ook trok in mijn werk. Yeah. Maar uiteindelijk, ik ben gewoon de marketing guy en ik weet wel hoe je de marketing goed moet doen. Maar voor het hele technische verhaal hebben wij intern ook gewoon onze eigen technische afdeling. Dus als er echt technische vragen komen, dan klop ik altijd in ons geval bij Peter aan. Shout-out naar Peter. In de comments. Maar over het algemeen, de spullen die ik nu bij me heb, daar kunnen we zeker wat over vertellen. Maar echt in-depth hoe net het ene onderdeeltje of anders is dan de andere. Ja, echt, ja precies. In de diepte gaan is lastig, man. Nee, maar dat maakt ook niet uit. Ik bedoel, we gaan gewoon lekker alles behandelen. En sommige dingen wat meer easy dan de andere dingen. Het gaat voornamelijk om dat we gewoon een toffe PC gaan bouwen. Ja. En ook nog eens met de nieuwe kaarten. Ja, niet de minste. Maar dat gaan we dadelijk zien wanneer dat gaan we zo meteen wel zien. Uit de plastic gaan halen. Ja, man. Ik zou zeggen, no time to waste. Laten we beginnen te bouwen, man. Spullen erbij pakken. Ja. Dus we beginnen met wat beginnen we? Zou ik hem gewoon even gaan testen, weet je? Dit hebben we niet eens van tevoren besproken. Met wat gaan we beginnen, Patrick? Ja, dat is lastig. We kunnen alvast de kast natuurlijk uithalen. Dat we alles al klaar hebben. Ja? Maar pakken we toch het moederbord erbij? We gaan natuurlijk beginnen met het moederbord. Ja, precies. Ja, laten we dat doen, man. De B550 Gaming Carbon Wi-Fi. Het zijn altijd die mooie lange namen. Ja, wel toch? Ja. Nou, het is al beter dan al die random cijfers en letters die je soms in van die namen ziet. Vroeger had je dat heel erg. Ja, klopt. Dit kun je tenminste nog uitspreken. Dat is wel heel iets. Klopt, ja. Vroeger was het echt zo'n een of andere codenaam waar je niks aan had. Nee, precies dat inderdaad, ja. We beginnen uiteraard met het moederbord, jongens. Voor iedereen die denkt van waarom? Hier klik je voornamelijk heel veel op om mee te beginnen. Ja. Je processor. Ik weet niet of je NVMe SSD's mee hebt meegenomen. Ja, heb ik ook mee inderdaad. Die kunnen we erop zetten. Je RAM-geheugen kunnen we erop zetten. Dus we kunnen al heel veel doen, alleen al op dit deel. En dan is het daarna veel makkelijker om het zo meteen te fixen. Dus vroeger deed ik het wel eens gelijk in de kast plaatsen. Maar dat is niet slim, man. Nee, dat is echt niet slim, want je komt nergens meer bij. Nee, dat is het hele punt. Je zit met zulke kleine schroefjes ook te werken. Precies. En heel vaak zijn die kasten natuurlijk ook gewoon hartstikke zwart van binnen. Klopt. Ja, je raakt het gewoon kwijt. Nee, ja, daarom. Dus je weet ook gewoon niet wat er gebeurt van binnen. Klopt. Nee, precies dat inderdaad. Kijk man, dit ziet er goed uit, gozer. Ja, het is mooi spul allemaal. Zeker weten. Al die kabeltjes erbij. Sowieso krijg je alles erbij wat je nodig hebt. Like always. Ja, ik doe meestal weer zo. Doosje dicht. Oh, heeft hij ook wifi erin? Ja, man. Oh shit. Nice, nice. Volgens mij zijn we er zo. Ja, het beste kun je beginnen al die zakjes eruit halen. Ja, man. En dan je doosje gewoon gebruiken als plek om het allemaal op te gaan bouwen. Ja. Want voordat je hem erop zet, we gaan dus een, het is al een beetje verklapt, maar we gaan dus wel een AMD, AMD beeld. Ja, en als je het gaat bouwen, je kan het ook op de tafel leggen, maar je voelt het zelf ook aan de onderkant. Er zitten best wel scherpe stukjes aan. Klopt. Je krast daar ook gewoon je tafel mee kapot en je moederbord misschien eigenlijk ook nog. Ja, nee, precies. Dus sowieso altijd de tip, gebruik gewoon lekker de doos van je moederbord in plaats van hem op de tafel te zetten. Je weet ook niet wat er op je tafel allemaal ligt.
Deze is dan schoon, maar je weet het maar nooit. Nee, precies. Stof en noem het maar op. Ik weet wat jullie allemaal doen thuis, sneaky, dus pas op daarmee. Dus ja, hier gaan we mee beginnen, man. En nu? Want ja, je moederbord die ligt er dan. Zullen we dit zelfs even peelen of niet? Ja, wil je ze nu eraf halen? Of straks pas, als hij klaar is? Doe het straks. Ja, oké. Moeten we het niet vergeten, hè? Hij ziet er wel tof uit, moet ik zeggen. Ja, het is echt serieus wel heel tof spul. Als je kijkt naar de moederborden van vroeger, die waren natuurlijk functioneel. Dan had je dan die ramslots, die waren dan blauw en roze, dat je wist bij welke je moest zijn. Ja, klopt. En je had die cooling solutions, hoe ze nu erop zitten, ook toen de tijd niet op deze manier. Nee, maar toen waren het gewoon van die finishes en was wel ook natuurlijk passief cooling, maar het zag er allemaal gewoon echt super ghetto uit. Die van vroeger uit. Leek het net alsof je zeg maar zo'n industriegebied had die in Google Maps bekeek van heel ver weg. Klopt. Je had natuurlijk al die transformatortjes allemaal erop staan, dat leek net een industrieterrein. Ja, nee, klopt. Dat is nu wel wat minder geworden. Ja. Nou ja, we gaan de CPU gaan we installeren. Ja. Dus ja, dit klepje gaat zo meteen open en daarna installeren we hem en gooien hem dicht. Yes, we hebben deze meegenomen. Laten we hem boven zien. Wow. Dit is de AMD Ryzen 7, de 5800X. Dat is wel een flinke volgens mij. 8-core, okay. 16 thread. Ja, sowieso. Kijk, uiteindelijk, het maakt niet uit voor welke CPU je kiest. Wel natuurlijk met wat jij wilt doen, maar meer van qua installatie boeit dat niet zoveel. Dus we gaan nu vandaag ook wat meer richten op hoe je dingen aansluit en hier en daar wat uitlichten. Maar qua installatie boeit dat niet zoveel. Dat maakt niet voor deze beeld niet uit. En überhaupt voor een beeld niet uit. Qua installatie is dat vrijwel altijd identiek hoe je hem erin doet. Alleen natuurlijk bij AMD en Intel heb je een klein verschiltje met dat er één staat er een hoekje op aangeven hoe die precies moet. En dan bij de ander misschien weer niet. Precies. Kijk, bij deze staat er een, dat is moeilijk te zien vanaf hier. Maar in een hoekje hier staat er een klein pijltje. En die moet je precies met elkaar overeen laten komen. Dit hoekje hier. Ja. Daar zie je ook dat driehoekje, dat pijltje staan. Ja. Dus daar moet je er gewoon voor zorgen dat die matcht op het bord. Ja, ik zie hem hier volgens mij. Ja, dat klopt. En het past meteen. Dus als die niet erin valt, ga niet erop lopen slaan en lopen rammen. Klopt. Dan ben je meteen klaar. Dan kun je dan stoppen. Dan past hij misschien wel, maar dan kan je hem ook gelijk weggooien. Dan kun je ermee stoppen. En je processor, je CPU en je moederbord waarschijnlijk naar de kloten. Dus dat is waar je moet opletten. Kijk ook nog even naar het moederbord. Deze heeft de SSD alvast meteen mee. 6 USB-aansluitingen zie ik. Oh, 7 zelfs. En 1 Type-C. Jezus, hij heeft zelfs nog zo'n old school aansluiting voor een muistoetsenbord. Ja, nee, dat is heel sick. What? Ja. Nou, dit is echt heel oldschool. Deze aansluiting, even kijken, kan ik dat laten zien? Nou, het is oldschool, maar het is wel als je gaat vragen aan de echte gamers, die zweren daarbij. Ja, serieus? Ja, want als dat is deze. Hoe heet die aansluiting überhaupt? Ik weet dat niet eens, joh. Oh, ik weet het niet eens. Die benamen ze ook even zo snel niet meer weten. Bij USB bijvoorbeeld, die vraagt om respons van je moederbord. Yeah. Waardoor er echt milliseconden aan delay kunnen zitten. En bij die poort, die vraagt niet, die stuurt alleen maar. Dus als jij met je muis dan beweegt, gebeurt het instant. Dus je hebt niet meer die vertraging met vragen ertussen zitten. Dat is wel sick, maar zo heb ik er nooit over nagedacht. Nee, ik dacht dus het is oldschool, maar eigenlijk niet. Haal het gewoon eraf, niemand heeft er iets aan. Yeah. Maar je hebt echt oldschool gamers. Die zweren daarbij. Echte diehards. Ja, precies. Als jij net even nog iets sneller wil zijn dan je tegenstanders. Maar ja, zijn er überhaupt nog muizen die dat gebruiken? Of moet je dan gewoon een verloopstukje gebruiken? Ik weet niet of een verloopstukje per se werkt. Dan moet dan de fabrikant erin verwerkt hebben natuurlijk. Precies. Maar je hebt ook wel nog steeds gaming gear die aansluiting heeft. Serieus? Ja. Oké, cool. Ja, vet man. Wat hebben we erbij gepakt? We hebben nu de RAM-stickies. Dat is van G-Skill. Hey, ja man. 2x16 GB. Yes. Alright. Dus we moeten hem wel even... Ja, qua gamen dan zit je hier gewoon meteen golden. Ja, precies. Vroeger kwam je met 8 gigabyte ook al uit de voeten. Ja man, ja. Zeker. Maar nu wordt dat steeds meer en meer natuurlijk. Ja, proberen ze een beetje de games van nu, zoals een Warzone bijvoorbeeld, te spelen met 8 gigabyte RAM. Ja. Dat gaat hem gewoon niet... Dat wordt wel pittig. Dat gaat hem gewoon niet worden, nee. Dit kan best wel een onderdeel zijn waarvan je denkt, ja, wat moet ik nou precies nemen? Ja. Hoe ik het altijd doe is, dat is best wel logisch, maar ik kijk gewoon naar hoe mensen een beeld bouwen en waarom ze kiezen voor bepaalde specs met een processor of een videokaart of zo. Dus ik kijk dan steeds naar van, oké, wat zijn de prestaties toen geweest? Mm-hmm.
om echt uit te gaan van field test in plaats van alleen maar wat op papier staat. Ja, precies. Want je kan natuurlijk altijd zeggen, ja, je moet altijd voor 4000 MAZ gaan of 3600. Maar voor hetzelfde geld, met de build die jij maakt, krijg je daar maar 5 fps meer op. Ja, terwijl het kost dat, ja, je misschien wel 200 euro extra. Want die kleine stapjes in ramsticks heb ik gezien, dat kost je gewoon heel veel extra. En dit is nu, is dit 3200 of niet? Als ik me niet vergis is het 3600. 3600, ja. Dat vind ik wel heel interessant van een game PC bouwen. Omdat je hebt zoveel keus dat juist weer mensen kan afschrikken. Van hey, ik heb zoveel keus, wat moet ik kiezen? Als ze nou gewoon 3 keuzes hadden, dan was het easy. Klik, 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 dit past bij elkaar en klaar. Precies. Maar het kan vaak genoeg. En dat was in het verleden nog veel erger met AMD. Mm-hmm. Dat gewoon RAM-geheugen gewoon niet werkte. Dat was vooral het begin van die Ryzen PCPU's, dat weet ik nog. Dan moet je gewoon een specifieke configuratie hebben om het goed werkend te krijgen. Ja, en nu gaat dat steeds beter en eigenlijk heel goed. Ja, en je hebt over het algemeen ook al gewoon websites die dan zo'n configurator hebben, die daar ook rekening mee houden met wat wel niet werkt. Maar er zijn zoveel combinaties mogelijk dat er niet altijd 100% daarop kan worden vertrouwd. Je hebt ook natuurlijk gewoon je fora met een tweakers hardware info. Ja. Je hebt bepaalde Facebook groepen die mensen daar ook in helpen. Ja. Ja, en natuurlijk bij jou, je hebt ook je hebt een Discord zelf. Ja, maar mensen daarin kunnen bespreken. Precies, techkanaal in de Discord waar gewoon heel veel wordt gevraagd. Dus dat zijn wel van die mogelijkheden waar je naar kan kijken. En dan is het belangrijk om te kijken. Je ziet dan hier, heb jij zo'n stukje zitten. Ja. Je hebt hier op je ramstick natuurlijk die incaping. Ja, dat moet dan met elkaar matchen. En dan is het gewoon een kwestie van aandoen. Klik. Soort van klik. Soort van klik. Hij zit er wel strak in. Ja. We hebben al een keer bij onze RMA-verhalen gehoord en gezien dat mensen gewoon een opening deden veilen, om hem dan maar toch passend te kunnen krijgen. Nee joh! Maar dat werkt niet. Nee, tuurlijk niet. En dan gaan ze natuurlijk terug naar een winkel waar ze gekocht hebben van... Ja, heb je zo'n opening erin geveild, man? Dat werkt niet, man. Ja, natuurlijk werkt die niet, vriend. Ja. Je hebt dat ding open geveild. Alright, we gaan nu een SSD'tje installeren, maar niet zomaar één. Want dit is even wel een shout-out, want deze build kunnen we niet alleen maar zelf doen. Nee, ik bedoel, precies. Jullie hebben niet alle producten beschikbaar helaas. Ja, en deze nog niet. SSD's bij ons zijn natuurlijk wel aangekondigd, dus binnenkort... Ik heb nog geen IT erop gegeven, maar wij gaan SSD's krijgen vanuit MSI. Dus voor degene die echt een full MSI build willen maken, we komen weer een stapje dichterbij om hem echt volledig MSI te maken. Maar tot dan hebben we gewoon onze goede vrienden bij Western Digital. Dus we hebben nu van WD hebben we de WD Black gekregen. 1 terabyte SSD. Cool. En deze maken wij direct op het vast op het moederbord. Nou dit kapje moet eraf eerst. Ja. En anders komen we er natuurlijk niet bij om die SSD te installeren. Ja man, het is toch ook wel echt super sick dat... In feite zou je niet eens meer, als je genoeg opslag zou kopen, zou je niet eens meer een losse SSD nog in je kast hoeven te zetten. Niet. Tussen een normale SSD, echt een HDD, dat echt qua laadtijden, maar dan met singleplayer games heb ik wel echt enorm gemerkt. Ja, dat wel. Maar nog, bijvoorbeeld in een potje Warzone laden of zo, je laadt misschien ietsje later, maar het is niet in de game alsof je... Over het algemeen zijn die games natuurlijk server-based. En dan zo. En nu? Ja, nu moet het schroefje weer erin. Welke? Die zit daar in zijn zakje. Ja, niet vergeten. Ja, kijk, deze, die hebben wij net bewaard. Want deze zit natuurlijk bij een moederbord. Ja, dat hele aandrijpen moederbord gewoon handvast. Ik ga het niet doen zoals ik bijvoorbeeld IKEA-meubels in elkaar zet en draai die zooi ook helemaal door. Klopt. Mijn vader heeft me één ding geleerd. En dat hij zei, vast is vast. En dat, dat ga is ik wel dan... een gouden regel. Hij zei gewoon, vast is vast. Dat is gewoon hoe het is. En de bel gaat, kijk, daar is mijn vader. Hij komt nu even controleren of dat ding vast zit. Ja, nou, het is klaar. De PC is af. We kunnen weer naar huis, of niet? Ik zou zeggen, laten we die kast even erbij pakken. Ja, man. Ik doe eigenlijk geen reet. Merken jullie dit? Patrick die denkt, ik ga vandaag even chillen, een PC bouwen. Hij mag alles doen. De kast. Zet ik deze even aan de kant, voor de zekerheid. De doos even. Nou, ik ben benieuwd man, hoe deze kast eruit ziet. Deze heb ik nog niet gezien. Nou, zal ik toch even meehelpen? Kijk, even deze zo met beleid, even die kant met op. Met beleid weggooien inderdaad. Oh shit, oké.
Dit is wel een nette kast, man. Ja, dit is een hele mooie kast. Ja. Aan deze kant natuurlijk gewoon je glas. En aan deze kant is die gewoon lekker netjes dicht. Ja. Dus zelfs voor de mensen die niet lekker zijn met die kabelmanagement, wat we toch al vaker in jouw video's ook naar voren zien komen. Ja. Je hebt je mooie kant waarin je je dingen kunt showen. En je hebt ook deze kant waarvan je denkt, ik kan ook die kant naar voren gooien. Waar je gewoon een bal kan maken van je kabels en dan gewoon met dat ding dichtschroeven. Ja, gewoon heel strak dichtschroeven. Zodat die dicht zit inderdaad. Ja. Kijk, nou dit wordt onze kast. We gaan hem lekker barebone maken. Je zou hem ook gewoon zo kunnen gebruiken, hè? Kan ook, als je het heel tof vindt. Ja. Gewoon een skelet. Kijk dit. Ik val even de kabeltjes. De kabeltjes in een boekje valt eruit. Kijk, lekker bezig, zo. Patrick. Ja. Ben ik nog nodig in de video of niet? Of moet ik maar gewoon... Zal ik het in mijn eentje afmaken? Doe jij het, maak jij het gewoon af. Ja, inderdaad. Oké. Nou, dan zijn we nu dus aangekomen op station Den Haag. Ja, we gaan het moederbord plaatsen in de kast. Ja, toch? Ja, ik haal hem even uit de vaatwasser. De gepatenteerde vaatwasser. Trek jij even die strips eraf, man. Dit moet wel even goed op camera gebeuren. Moet even die stripjes eraf halen. Oh, jezus. Ja. Ah, dit is nice. Dit is nice. Ja, dit is... Dit is eigenlijk waarvoor ik het doe. Nadat dit klaar is, ga ik ook weer weg. En dadelijk hebben we natuurlijk nog de kast zelf. En dit is gewoon voorzichtig. Onder die fan door. Zo. Voorzichtig met de stoeptegelhamer. Ja, en dit moederbord komt dan al met een IO shield. Dus die schuift hem eigenlijk al erin. En hij is eigenlijk aan de achterkant meteen ready to go. Ja, dat wordt wel steeds meer en meer gedaan, hè, tegenwoordig. Ja, ja. Dus je ziet hier inderdaad de IO shield. Die zit er al op. Dus je hoeft niet nog extra iets erin te klikken. Ja, precies dat. Nou, dan even dan zit hij eigenlijk al hoe die moet zitten. En dan hebben we hier nog extra schroefjes. Om die natuurlijk nog vast te maken. Dat zijn dan... En die worden dus meegeleverd, die schroefjes worden meegeleverd met je kast. Ja. Dus niet met je moederbord of iets, omdat elke kast die heeft zijn eigen schroefjes. Je moederbord komt echt alleen als moederbord zelf. Hey, de reden dat die gewoon goed vast moet zitten, dadelijk komt er natuurlijk een videokaart aan te hangen met precies. Het gewicht van een gemiddelde middenklasse auto. Dus. Ja, echt zo man, zo'n Fiat Panda 8000. Ja, snap je. Maar dat is ook iets om op te letten natuurlijk wanneer jij je PC gaat samenstellen. Bij heel veel van die configurators is dan de laatste stap pas... Kies welke kast wil je nu? En dan kies je echt de gaarste, kleinste, goedkoopste kast. En denk je, daar kan het wel in. Daar kan ik dan mijn kop een beetje besparen. Je hebt dan heel je PC samengesteld. 30, 80, weet ik het allemaal. Ja. En dan is je totale prijs, denk ik, voor 2K. Ja. En dan moet je nog die kast. En denk je, dan doe ik die voor 50 euro. Ja, kijk, op zich, je zou een kast kunnen vinden wat voor 50 euro wel oké is. Maar je moet niet vergeten dat, ja, tenminste zo sta ik er ook altijd in. Je wilt natuurlijk ook dat het in een mooie plek zit. Ja. En ook dat het een goede kast is waar je veel dingen in kwijt kan. Dus je onderdelen, je videokaart, dat het erin past. Het moet allemaal passen en je koeling moet ook gewoon goed kunnen werken. En ook dat je je kabels een beetje netjes kan wegwerken. Dat vind ik altijd wel belangrijk. Al vind ik wel vet dat ze soms zo'n sleeper PC bouwen. Dus dan pakken ze echt zo'n kast van 20 jaar geleden. En dan bouwen ze daar een super dikke PC in. Zo'n retro grijze PC. Ja, man. Dat je echt denkt, dit ding is gewoon klaar voor de sloop. En dan doen ze hem open en dan zit er echt een monsterlijke PC in. Dus wat gaan we doen? Waterkoeling, denk ik. Ik denk de waterkoeling inderdaad. Want die moet met een bracket nog vastgemaakt worden op je CPU. Ja. En slim om daarover te zeggen, morgens, is dat... waterkoelers en eigenlijk elke koeler die niet standaard dus bij je CPU komt, wordt geleverd met allemaal verschillende brackets. Dus zodat jij hem en in een Intel build en in een AMD build kan bouwen. Dus kijk goed welke jij hebt, dus welke processor jij hebt en welke bracket jij dus nodig hebt. Maar dat zit allemaal altijd in de doos bij je inbegrepen. Welke koeler hebben we hier, man? Dit is de 240R. Dus dit is, er komen nog nieuwe coolers aan. En dit is dan als het ware ons entry-level liquid cooler. Moet je het even zien. Maar zo ziet hij niet uit. Tenminste, ik vind dit wel echt gewoon een hele dikke waterkoeler. En voor onze RGB fanboys out there, hij heeft natuurlijk verlichting. Tuurlijk. Hij wordt iedereen warm van. Tuurlijk. Nee, wacht even. Wordt hij er warm van of wordt hij er... Het is een koeler, hè? Snap je? We willen niet warm worden van de koeling. Kom op. Kom op, Patrick. Wist je dat zelfs dat er testen zijn gedaan? Met dat ze bijvoorbeeld mayo en tandpasta en zo als koelpasta hebben. Ja.
En dat het gewoon echt, ja, nu even geen tip aan jullie om dat te gaan doen. Maar het schijnt wel dat bepaalde producten vanuit huis, dat die wel gewoon werken. Maar uiteindelijk gaat het erom dat je een laagje creëert, wat alle lucht weghaalt tussen je koeloppervlak en je CPU zelf. Ja, precies. Ja, en of dat nou, kijk, uiteindelijk, het is een koelpasta en deze zal niet zo snel verbranden. Maar ik kan me best voorstellen dat mayo of zo op een gegeven moment wel gaat brokkelen of zo. Ja, dat denk ik ook wel. En zoals ik zei, bro, deze maakt dus gebruik van de originele bracket. Ja, die wat gewoon dus, op het moederbord zit inderdaad, ja. Dus voordat je het zelf allemaal eraf gaat halen, we hebben dus niet nodig. We kunnen dus deze gewoon gebruiken met de originele brackets die erop zitten. Ja. Dan klik je hem als het ware vast. Ja. Heel belangrijk, hier zit nog een folietje op. Ja. Haal hem alsjeblieft eraf. Echt hè? Laat hem niet zitten. Nee. Want als je daar je koelpasta overheen smeert, ja, dat doet niet heel veel. Nee, dat gaat niet goed komen. Nee. Dat gaat niet goed komen. Ja, volgens mij is deze ready, man. Om erin gezet te worden. Dan kan die erin, inderdaad. Nou, voordat we die erin gaan duwen, we hebben hier nog kabeltjes zitten van deze fan. Ja, dat we die even naar de achterkant gooien. Want zodra die koeler erin zit, dan kom je daar niet meer bij. Zo. Hebben we alles van kabeltjes naar achter gewerkt dat dan in de weg zou kunnen komen te zitten? Volgens mij wel. Ja, nou, ik weet niet wat voor... Heb je een modulaire voeding mee of niet? Ja. Oké, okay, misschien is dat wel belangrijk, want we hebben hier nog twee van die kleine kabels waar je altijd moeilijk bij komt. Dat we die, alvast even erin prikken. Alvast inprikken. CPU power 1 en 2. En dat is wel belangrijk dat die er alvast in worden geprikt. Want dat is altijd heel moeilijk om bij te komen. Vooral met zo'n waterkoeler modulaire voedingen, man. Zijn echt een genot. Ja, of niet? Heerlijk. Oh, dat is ook CPU. Hè? Ja. Wat was dit dan? Ook CPU? Ja, ja. Deze zocht ik, bro. Oh, fuck. Ja, man. Hè? Ik heb het zo vaak gecheckt. Op alles stond PCIe. Maar deze had ik dus net niet gezien. Ja, nee, dit was hem. Dit was hem. Nice. Nice. Patrick saves the day. We waren een kabeltje aan het zoeken, jongens. Ja, je komt er nu al niet lekker bij. Dus laat staan als je zometeen je koeler is geïnstalleerd. Dan kom je er al helemaal niet bij. Dus check ook altijd in het hoekje. En het zit altijd in deze hoek. Linksbovenin heb je een paar aansluitingen die je moet aansluiten. Want op je moederbord. Ik ga hier even in de voorgrond zitten. Ja, dit is menselijke. Dit zijn menselijke dingen. We hadden toch de koeler even omgewisseld. Want hey. Zoals jullie misschien al hadden gezien, voor de pro's onder ons, het zat nog niet helemaal lekker. Dus we hebben hem even omgewisseld, zoals je kan zien. De waterslang zit nu aan deze kant, zodat we met deze mooi zo op deze manier uitkomen. Ja, zo lijkt me het best. Ja, zo is hij mooi, man. Kijk dan, zo gaat die slang echt super nice. Ja, zo vind ik hem echt heel tof. Even kijken, als hij die plaat natuurlijk erop gaat, dan gaat hij een beetje naar beneden, maar dat is geen probleem. Nee, maar volgens mij komt hij dan niet eens tegenaan, hoor. Kijken. Nou, misschien net aan. Misschien net, inderdaad. Ja. Nee, zo is nice. Dus dan hebben we deze zometeen zo erop zitten. Cooling page. Wat is het, was de moral way to go? Ik doe altijd gewoon ter grootte van een ert. Dus ik smeer hem ook niet uit. Dus ik ga gewoon het letterlijk gewoon zo. Hoe ik het altijd doe. That's it. Klopt. Hoe is nu de manier om dit daadwerkelijk te doen? Ik denk oprecht dat alles wel werkt. Als er maar gewoon een goed laagje tussen zit. En ook hier, draai niet alsof je een boorplatform naar olie moet gaan boren of iets. Het is gewoon, hij moet op zich wel gewoon goed vastzitten. Vooral bij deze is het wel belangrijk. Cool. Nice. Die zit. Die zit. En dan nou, die kabeltjes even aansluiten zo. Ja, en dan gaan we de voeding doen. En dan sluiten we hem af met... Met een videokaart. Hij sluit hem af met een videokaart, that's it. Ja, wat ben je allemaal aan het doen? Laat ze even zien aan de kijkers, man. Je gaat te snel. Ja, wat is dat? Wat sluit je nu eigenlijk aan? Ja, dat is de RGB. Kijk, uiteindelijk wil je dat heel je kast gewoon synchroon gaat lopen met de kleurencombinaties. Ja. En daarvoor heb je aan de achterkant de RGB-controller zitten. Dus dat zorgt ervoor dat je waterpomp, je verlichting van je ventilatoren en van eventuele verlichting van de kast zelf, dat het allemaal gewoon in sync is. Juist. Want je hebt hier heb je een knopje op de kast, daar staat LED staat daarbij. Zien we die ook? Je ziet hier. Die zien we. Dus wanneer die daar eenmaal aanstaat en we houden die een paar seconden ingedrukt, dan zul je zien dat heel die kast dan synchroon gaat lopen door die RGB-controller. Ja, dat is wel nice. En kabeltjes als deze kun je dan gewoon doorschakelen. Je hebt dan eigenlijk 3 of 4 met dezelfde aansluiting. En in plaats van 3, 4 kabeltjes inpluggen, heb kan je ze gewoon aan eentje. Nog maar eentje. Want op zich heb je best wel wat aansluiting op die RGB-controller nog. Maar het is chiller om het gewoon qua cable-wise,
Om het gewoon lekker netjes in één ding te plukken. Wat hier wel waar je moet oppassen, is deze is best wel los. Yeah. Hij gaat heel makkelijk los. Dus wanneer je hem zelf bouwt en je gaat hem daarna lopen vervoeren, kan het best zijn dat die misschien een keertje los schiet. Dus niet schrikken van, oh, mijn RGB-verlichting is kapot. Check even die aansluiting. Ja, waarschijnlijk is die gewoon even losgeschoten. Kunnen ook de koeling even weer eraf halen. We gaan niet de koeling, wat er ook gebeurt, we gaan niet meer de koeling. Waar is dat, dat zakje met die... Patrick, leg jij eens even uit, man. Wat is belangrijk om op te letten bij een voeding? Bij een voeding, vooral je wattage. Ja? Het laatste wat jij wil is dat jij heel je PC hebt samengesteld, alles inplugt, hem aanzet, maar dat er niks gebeurt. Ja. Dus je videokaart heeft stroom nodig, je moederbord heeft stroom nodig. Als je RGB verlichting doet, allemaal stroom nodig. Toetsenbord, muis, alles. Ja, alles. Dus zorg ervoor dat je eerst goed een kaart brengt van, okay, wat ga je erin duwen en hoeveel wattage heb je minimaal nodig. Ja. En het beste kun je daar net even een beetje boven gaan zitten, want stel je wil een keer gaan upgraden, nog een dikkere videokaart erin doen. Ja, het laatste wat je wil is dat je weer heel je voeding eruit moet halen, heel je cable management elkaar moet gaan halen. Klopt. Dus pak een beetje marge. Nee, dat is het goeie. Maar je hebt dus je hebt ook van die websites, hè, dat je het helemaal kan berekenen met wat je nodig hebt. Ja, precies. En ook in dit geval weer. Als je het zelf niet weet, vraag het gewoon even. Klopt. Mensen in je omgeving, van die fora, of inderdaad zo'n online tool, of van mij. Patrick is echt een goede... Gewoon even DM sturen via onze socials. De Patrick socials. Tool moet je gebruiken. Ja, gebruik de Patrick tool. Helemaal gratis. Ja, die is gratis, joh. Hoef je niks voor te dokken, jongens. Voor jullie speciaal kortingscode morgen voor 15% korting. Maar je moet je voorstellen dat dit kamertje hier, dat daar heel veel kabels in moeten zometeen. En hoe minder daarin zit, hoe chiller het voor jou ook is. Ja, precies. Dus alles wat je niet nodig hebt, weer terug die tas in, terug het doosje in en gewoon ergens op zolder en nooit meer naar kijken. Ook hier is het weer chill om alvast het vast te zetten, want zometeen kom je er ook echt heel moeilijk bij. Ja. Dus let daarop. Die zit er vast. Nou, deze kunnen we in principe ook al vastzetten. Zometeen komen we hier ook weer lastiger bij. En gezien jouw ervaringen met deze kabeltjes, kunnen we ze misschien beter nu al fixen. Nou, het beste kun je... Daar heb je er onderaan, dat klittenbandje, die even losmaken. Dat je even die kabels moet aan de zijkant. Ja, maar hoe gaan we ze zo meteen er doorheen werken? Als die, of zeg je van, kijk deze, al deze kabels moeten zo meteen, even kijken, behalve deze dan, toch? Deze hoeft niet, of wel? Even kijken, welke moet nou? Nee, dit is USB. Oh ja, deze is voor je RGB. Dus die moeten allemaal er doorheen. Deze hele kabelboom kunnen we dan beter nu al hier doorheen werken, bedacht ik. Ja. Want anders dan zit je zo meteen met je voeding. Toch, Patrick, ben ik nou gek? Nee, ja, je hebt helemaal gelijk. Ja, je kijkt me aan alsof ik gek ben. Ik laat het je gewoon doen. Ja, je laat mij al het harde werk doen. Deze man is gewoon lekker chill, fans vier keer verkeerd aan het monteren. Oh nee, dat zetten we niet in de video. Deze man is vier keer fans heel goed aan het monteren. En dan de grote verdwijntruc. Het is altijd een beetje gek, omdat hij... Ja, wel toch? Voor je gevoel dat hij ondersteboven zit. Maar, vergeet niet, dit is de voorkant. En die staat dan wel recht. En die zie je dan zo meteen. Kijk, ik zal die kast even zo... Die kleine window. Kijk, hier heb je een klein raampje. En daar zit hij dan wel goed. We schuiven hem er langzamerhand in. Kijk, hier gaan we hem ook nog even vastzetten. Dat je power supply nergens meer heen gaat. Ja, vooral nu. Want die gaat nu aan die kabels zitten trekken. Nu gaan we aan die kabels trekken. Dus het is wel belangrijk dat die even goed vast wordt gezet. En altijd kruislinks, hè? Altijd. Het is hetzelfde ook met je auto, toch? Als je je wielen wil vervangen of je moet ze aandraaien. Altijd kruislinks. Zodat hij hem helemaal recht trekt. Ja. Dan trekt hij hem vanzelf recht. Dat is mij ook gewoon zo'n ding dat je dan... op jonge leeftijd gewoon van je vader moet leren, toch? Klopt. Zijn van die lees je verder nergens. Nee, altijd kruislinks. En vast is vast. Dat zijn mijn pa's. Maakt niet uit met wat. Vast is vast. Pap, ik zit in de bak. Ja, maakt niet uit. Vast is vast. Ja, man. Dit is echt fucking netjes geworden, ouwe. Het is een van de meest nette shit wat ik tot nu toe heb gefixt. Kijk hoe netjes dit bij elkaar hangt. Super chill, man. Heel nice. Hier word ik echt blij van, jongens. Echt waar. Patrick die bereidt even de kabels voor de videokaarten.
videokaart, moet ik zeggen. Jongens, je krijgt bij dit moederbord dus ook van die wifi antennes erbij. En die kan je dus achterop je moederbord aansluiten. Meestal gebruik ik toch bekabeld, maar het is wel nice dat het erbij zit. Ja, niet dat iedereen wel... heeft het natuurlijk. Nee. Hè? Nee. Ik weet nog toen ik in mijn oude appartement woonde, dan had je 1 internetaansluiting in 1 kamer zeg maar zitten. Precies. En voor de rest moest je het allemaal hebben van wifi. Stel je hebt je slaapkamer net op een plek waar je niet je internet door kan leggen. Dus op zich wifi Precies. in je pc is dan wel al heel fijn dat het al in zit. Dat is wel belangrijk ja dan. En dan wil je wel het liefst dat het wel goed werkt. Ja, precies. Dus ik heb hem gewoon even aangesloten man. Gewoon, dan is dit het maar klaar, voor het geval ze het willen gebruiken. Patrick, neem ons mee. Wat heb je meegenomen, vriend? Een 3080, man. Een wat? En, ja, en niet zomaar een 3080. Zo, dit is de nieuwste, of niet? Ja, dit is een Supreme. Ja. RTX 3080 Supreme. Dat is naast de 3090 wel echt top of the line op dit moment. Ja. En ja, eigenlijk is dit gewoon goud, dit. Dit is op dit moment sowieso goud. Dit is gewoon goud op dit moment, ja. Nee, om eraan te komen, dit is echt een bitch. Ja man, kijk dit. Ja. Het is ook wel een mooie doos, maar goed, het gaat er uiteindelijk om wat erin zit. Maar het ziet er wel uit als een beest van een kaart, gozer. Dat is één ding wat zeker is. Ja, de eer is aan jou. Ja, zal ik hem even... Oh. Kijk, ook nog zo'n extra stylish doos van, hey, look at him. We hebben een muismat zelfs erbij. Ja, oké. Maar dan. Zo, bro. Jezus. Even heel voorzichtig. Holy shit. Ja, maak hem inderdaad even die. Heb je een beetje contrasterende kleur als achtergrond. Oh bro, dit is echt heel sick man. Jongens, wat een fucking kaart. En hij is zwaar hè? Hij is echt heel zwaar. Wat een beest van een kaart. Het is wel een... het is niet zo'n standaard MSI design. Voor mijn gevoel wel. Ja, het heeft natuurlijk wel wat van weg. Alleen het gaat naar... In het begin, daar was dat veel meer... RGB ik vind dit op. Echt... Dit is veel subtieler. Classic. Ja. Gewoon classy, sorry. Classy. Ja. Dit is echt meer richting een sportscar of zo. Ja, bijvoorbeeld. Maar stel je bent een creator en je moet, weet ik veel, heel hoog 4D, 3D renderen. Ja. Dan werkt dit ook prima. Het scheelt geen gaming. Nee. Het scheelt voornamelijk premium. Ja, klopt. Wauw. Look at this, jongens. Look at this. Beest van een videokaart. Monsterlijk, de 3080 Supreme, de Supreme X. Maar goed. Ja, inderdaad, hou maar eens naast die kast, zie hoe groot dat is in vergelijking tot die kast. Het is gewoon bijna de kast. Heel simpel als een Minecraft, waar je niet van denkt, daar ga je heel veel aan merken. Ja, je hebt zo'n één knop op je toetsenbord zitten, ja, dat is de klopt. RTX-switch. Klopt. Is of je een compleet nieuwe game aan het spelen bent. Ja, ik heb daar anders. Een stream over gedaan, man, voor die raytracing. En dat was wel echt heel sick. Ja, dat is heel was sick. Echt heel vet. Dat heb ik toen Minecraft getest, Battlefield en... Control, dat was ook wel zo'n game die daar heel goed gebruik van maakt. Dat raytracing is wel heel gaaf. Ja. En uiteraard ook DLSS, man. Dat is echt super ja, ziek. Ja, en natuurlijk ook voor de Warzone-spelers. Daar is het nu ook geïmplementeerd. Sinds kort, klopt. Dus DLSS. In het begin was dan een beetje de speculatie, gaan het gewoon kleine artifacts zijn. Maar het is echt een complete overhaul geweest. Klopt. Want uiteindelijk merk je van DLSS het meeste in 4K. Ja. Want daar ga je echt het verschil zien dat het ook veel scherper is. Maar ook bij je normale 1080 configuratie, daar ga je het ook al zien. Maar daarvoor is dat hele RTX verhaal ook gewoon heel interessant. En je gaat gewoon, je krijgt gewoon een FPS boost van gemiddeld 30, 40 FPS. Ja. En in een game in Warzone, je weet alles, dat zegt alles. Ja, man, dat kan het verschil maken tussen tuurlijk, het wel of niet halen. Ja, dat is gewoon wat heel interessant is man. Met die DLSS, raytracing sowieso. Ik stond echt versteld van sowieso de reflecties en bepaalde belichting in games. Hoe dat eruit zag. Ja. Maar ja, weet je, de kaart zelf ziet er ook al wel echt gewoon super dik uit, weet je. Dat is wel heel erg vet. En het is wel tof, want het past ook wel bij het moederbord natuurlijk. Ja, het matcht gewoon compleet. Ja, het is echt heel erg gaaf. Maar heb je stiekem uitgezocht? Ik heb niet zomaar een doos bij elkaar geschraapt van dit gaan precies. We allemaal in de pc gooien. Ja. Maar goed, moet wel matchen natuurlijk. Check even dit voorbeeldje van Niels. Het is een van de meest gemotiveerde gasten bij MSI. Hoe goed hij dit heeft ingesproken. Real-time raytracing van objecten en omgevingen. Met fysieke correcte schaduwen, reflecties en globale belichting. RTX. It's on. It's on. It's on. Nou, ik zou zeggen, laten we hem erin knallen, man.
Ja. Dit ding wacht erop om ingebouwd. Of missen we nog iets? Want volgens mij... Nee, dit is hem. Dit is hem, man. Dit is hem. Wauw. Ja, dan moet je gewoon met heel veel geweld erin... Nee. Ja, precies. Nee, voorzichtig. Oh, bro. Hij is zo groot, man. Klik. Ja, klik. Wauw. Wat een ding, gast. Holy shit. De PC is ineens volledig gevuld. Hij is echt heel sick, man. Hij is echt heel sick. Morris, wij gaan even de laatste kabels erin doen. In de videokaart, zoals je op de achtergrond ziet. Patrick is al bezig. En dan gaan we hem aanzetten. En dan gaan we even testen of inderdaad het LED-knopje werkt. Met zinken. En of hij het wel doet, want dat is altijd wel spannend. Let's go. Morris, het is tijd om hem te peelen als eerst. Oh. Wat een finesse van dit. Oh lekker, mijn man. God. Lekker. Patrick, we zijn klaar, man. Het is tijd om hem aan te drukken. Ja, aan jou de eer. Aan mij de eer weer? Ja. Morris. Gaat hij aan. We hebben een PC gebouwd met broeder Patrick van MSI. Yes. En, wacht eens even. We hebben er nog één. Ja, de peels moet je niet vergeten. En gaat die aan? Dat is nog maar de vraag. Maar voordat we dat gaan doen, ja, ik hou jullie een beetje in spanning. Ik ben toch wel benieuwd of jullie vaker van dit soort bouwvideo's zouden willen zien. Met iemand gewoon op bezoek, PC'tje bouwen, lekker praten over dingen. Ja, toch? Ja, ik vond het chill, man. Ja, ik ook wel. Ik voel wel iets hiervoor. Maar goed, ik hoor ook graag wat jullie ervan vinden. Maar goed, dat even gezegd hebbende, het is tijd om dit ding aan te zetten. Let's go. Hij gaat aan. Hij doet het. Hij doet het. Hij doet het. We hebben niet voor niks gedaan allemaal. En man. Hoe die het doet. Jeet, ik moet even van de voorkant kijken hoor. Ja, die videokaart is wel een gevaagd hoor. Wat een ding, gast. Hij is echt heel mooi, man. Je kan blijven klikken en dan krijg je gewoon de presets natuurlijk. Ja, ja, maar als je hem ingedrukt houdt... Ah. Kijk. Sick. Nu werkt die in sync, nu zie je dus dat de koeler met de fans. Ja. Heel dik man dit. Wow, yo. Dit is echt heel vet. Wil jij nog wat kwijt of... Ja, ik heb wel nog twee van die hele grote Lucky knuffels heb ik mee. Oké, laat ze... Ja, je hebt ze mee. Ja, we hebben daar allemaal niet over gehad. Ja. Oh my god, look at him. Look at the beast. Look at the beast. Hier één. Ja, hier nog één. En twee. Kijk, ze daar chillen. Dus gaan we deze weggeven? Ja, die kunnen we weggeven. Ja? Moet ze even iets in de comments doen? Weet ik niet. Ja, wat moet ze... Misschien een naam voor deze PC. Ja, dat is een goede. Hey? Ja, en dan krijg je gewoon diegene met de meeste upvotes, zeg maar. Met de meeste likes. Degene met de meeste likes, prima. De twee grootste, of de twee gasten met de meeste likes. Gaan jullie ook, als jij niet een naam wil gooien, ga dan stemmen op de naam. Dus een naam voor deze PC. Ja, precies. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze. Ja, ik vond het echt heel vet om te doen. Patrick, sowieso, thanks daarvoor. En ik wil jullie zeggen, Morris. Nogmaals, laat iets achter, gooi een likeie en abonneer op een broeder. En check sowieso deze producten allemaal in de beschrijving. En dan zie ik jullie misschien bij een volgende keer dat wij een PC gaan bouwen. Met wie? I don't know. Maar voor nu gaan we hem lekker afsluiten en gaan we deze PC... wat ga ik ermee doen? Ik ga Patrick gewoon wegsturen en dan hou ik hem gewoon lekker zelf. Hey, Morris, thanks. En ik zie jullie de volgende keer, man. Peace.